Respect. Het woord respect wordt door mensen heel snel gebruikt. Je moet respect hebben voor je ouders, ouderen en op school voor docenten. Maar ook natuurlijk voor je leeftijdsgenoten als je jong bent. Het is in deze tijd van herdenken ook een heel belangrijk woord. Dan hebben wij het over de mensen die voor ons hebben gestreden, in welke vorm dan ook, om ons in vrijheid te kunnen laten leven. Toch zien wij ook dingen voorbij komen die ons met afschuw vervullen. In Berlijn staat een museum waar buiten grote stenen staan die symbool zijn voor de mensen die overleden zijn door het naziregime. Er komen veel jonge mensen die grappige selfies maken bovenop of tussen de stenen. Zij hebben dus geen idee wat zij doen en tonen geen respect voor de gevallenen. In deze film willen wij de helden die in Lichtenvoorde en omgeving voor ons hebben gevochten, gezorgd en hun leven hebben gegeven of in de waagschaal hebben gelegd, eren. Gebroeders Ketteringstraat. Anton Kettering, broer van verzetsman Willem Kettering, werd op 31 mei 1909 geboren in Lichtenvoorde. Hij werkte voor de oorlog in een lederfabriek en in de oorlog bij het Rijksbureau voor Voedselvoorziening. Hij zat in de oorlog in het verzet en verleende hulp bij het ontsnappen van geallieerde piloten. Hij werd in de nacht van 1 op 2 augustus 1944 door de Duitsers opgepakt. Via kamp Vught kwam hij in het Duitse concentratiekamp Neuengamme terecht, waar hij op 29 januari 1945 overleed. Willem Kettering, broer van verzetsman Anton Kettering, werd op 21 september 1900 geboren in Lichtenvoorde. Van beroep was hij brievenbesteller. In de oorlog zat hij evenals zijn broer in het verzet. Hij heeft tijdens de oorlogsjaren onder andere verscheidene geallieerde vliegeniers die op de vlucht waren voor de Duitsers naar het NS-station in Lievelde gebracht. Hij werd op 1 augustus 1944 samen met zijn broer opgepakt. Hij kwam via kamp Vught terecht in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen, waar hij op 25 november 1944 overleed. Anton Slot. Hij deed aan sabotage. Werd op 20 april na verraad opgepakt, kwam in kamp Vught terecht en werd hij dood veroordeeld. Geëxecuteerd op 26-jarige leeftijd samen met Martin Lelieveld op 25 juli 1944 in Fort Rijnhouwen in Utrecht. Bernard Knuffing. Samen met zijn vrouw Dora Knuffing Ekelder, lid van de verzetsgroep. Hun huis gaf onderdak aan verschillende onderduikers. Toen de straatnaam onthuld werd, leefde zijn vrouw nog. Bernard Terhaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij veldwachter in Lichtenvoorde. Was geen echt lid van de verzetsgroep, maar gaf wel tips en zag veel door de vingers voor zover dat mogelijk was. Moest zijn baas, de NSB-burgemeester, te vriend houden, maar liet bijvoorbeeld wel eens een deur openstaan. Vader van Joop Terhaar, die lid was van de verzetsgroep. Evert Heusingveld. Hij is opgepakt na verraad. Hij was een zaadhandelaar in de Patronaatstraat in Lichtenvoorde. Hij werd op 1 mei 1944 gepakt en op beschuldiging van het huisvesten van onderduikers doorgezonden naar het concentratiekamp Neuengamme. Daar overleed hij op 9 februari 1945 en hij was 33 jaar oud. Hein Meijer, lid van de verzetsgroep. Vooral Franse piloten wisten hem te vinden. In Duitse kampen was al bekend dat hij een belangrijk doorgeefluik was. Hij zorgde voor onderdak en transport. Hendrik Leemreize, verzetsnaam Pietje Stofmeel. Lid van de verzetsgroep. Haalde piloten van ver weg, meestal met de fiets, en bracht ze met de trein naar het zuiden. Zijn ouders hadden een schuilhut gemaakt onder een bijenstal voor onderduikers en wapenopslag. Ook hij is verraden, maar niet opgepakt. Bij een razzia zijn zijn vader en twee broers 1 week gegijzeld door de Duitsers, maar uiteindelijk vrijgelaten. Onderscheiden door de USA met de Medal of Freedom. Herman van Halteren. Hemmy, Herman van Halteren, brak begin 1940 zijn priesterstudie af en volgde daarna de kappersvakschool in Doetinchem. Hij wist tot het najaar 1944 te ontkomen aan de arbeidsinzet, maar werd daarna toch gesnapt
en als kapper te werk gesteld in Borken in Duitsland. Daar werd hij op 21 maart 1945 tijdens een bombardement dodelijk getroffen. Zijn lichaam werd op 14 april 1945 ter aarde besteld op de katholieke begraafplaats van Lichtenvoorde. Hillenstraat. Jan Hillen, knecht bij boomkweker Jan Heusingveld aan de Schievengatsdijk in Lichtenvoorde, was in het kader van de arbeidseinsatz te werk gesteld in de ijzergieterij Heinrichshütte in Hattingen in Duitsland. Jan kreeg daar wegens slechte voeding tuberculose en hoewel de ziekenzaal in een bunker was ondergebracht, werd hij tijdens een bombardement op 4 april 1945 geraakt door een bomscherf. Hij overleed op 11 april 1945. Hij werd begraven in Hattingen en later herbegraven op het Nederlandse ereveld in Düsseldorf. Gerard Hillen, neef van Jan Hillen, weigerde in 1942 te gaan werken in Duitsland. Hij werd echter opgepakt door de Duitsers en via kamp Amersfoort doorgestuurd naar strafkamp Husum in Noord-Duitsland. Op 22 november 1944 overleed hij daar door alle ontberingen, 22 jaar oud. Hij werd begraven in Husum. Gert Reinders, verzetsnaam De Hond, lid van de verzetsgroep, kwam hierbij via zijn werkgever Hein Meijer. Hij haalde piloten, veelal met de fiets, van ver weg en bracht ze, vaak met de trein, naar het zuiden. Willem Doppen, hij is kruidenier, drogist en brievenbesteller en zorger voor onderduikers. Hij werd al bij de eerste arrestatiegolf van Achterhoekse verzetsmensen op 20 april 1944 door verraad van spion Marcus in zijn woning aan de Rapenburgse straat in Lichtenvoorde opgepakt. Hij kwam na verhoor in Arnhem en via kamp Vught terecht in het concentratiekamp Buchenwald en overleed daar op 8 maart 1945. Martin Lelieveld, hij was lid van de verzetsgroep, ving regelmatig in Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen, piloten en onderduikers op. Joop ter Haar en Hendrik Leemreizen waren hem daarbij behulpzaam. Op 20 april 1944 werd hij in zijn woning aan de Schievengatsdijk in Lichtenvoorde gepakt, vervoerd naar Vught, gemarteld en uiteindelijk op 25 juli 1944 gefusilleerd bij Fort Reinhauen samen met Anton Slot. Hij was 48 jaar. Ter zijner ere werd de Schievengatsdijk omgedoopt tot Martin Lelieveldstraat. Willem Geuring. Samen met zijn vrouw Dina Geuring-Wisseling boden ze in het diepste geheim een onderduikadres aan de Joodse jongens Jonny, Leon en Helmoet Levy, een Rus en enkele anderen. Jonny Levy heeft voor zijn neef Joop Levy voor zijn verjaardag een vliegtuigje gemaakt van een wc-bril. Op de oude begraafplaats in Lichtenvoorde zijn er graven te vinden van 21 geallieerde soldaten die in de buurt van Lichtenvoorde hun leven hebben verloren om voor onze vrijheid te vechten. In de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen zich ingezet voor anderen. Het was voor velen een donkere en angstige tijd. Daar staat deze donkere lucht symbool voor. Wat zijn wij deze mensen allemaal dankbaar. Er kwam gelukkig ook weer een mooie zonsopgang tevoorschijn en dat was het begin van een beter en vooral vrij leven voor ons allen. Met deze film willen wij ons respect betonen aan allen die in deze film genoemd zijn en natuurlijk ook aan hun families die achter hen stonden. Veel respect hiervoor.